In deze derde serie van Het Dilemma in het jaar 2021 praten wij met elf partijen. Horen wij hoe zij denken over onder andere zorg, duurzaamheid en veiligheid. We gaan met hun in op de vraag: draait het om de buitenkernen of gaat het om de kern Ede? En iedere partij heeft ook zijn eigen thema. Het Dilemma: twaalf dilemma's en vijf onderwerpen. In deze aflevering, Ruben van Druiten, Burgerbelangen Ede. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat Ede herkenbaar blijft. Uh, wij zijn uh, ja, voorbehoud van de Nederlandse identiteit. Uh, we zijn voor renovatie in plaats van afbraak. Dus voor het behouden van uh, markante gebouwen. Gebouwen die er doen in neden, die Ede ook gezicht geven. Omdat um, we zien dat de samenleving uh, verandert. En het is ook belangrijk dat uh, ja, ook wij als uh, autochtonen ons ook uh, thuis blijven voelen hier. Nou, kijk, met gebouwen is het natuurlijk heel concreet. Uh, we hebben dus uh, ja, gevraagd om de, de gebouwen in kaart te brengen die uh, van wezenlijke waarde zijn tussen 65 en 85. Die zijn onderdeel van het uh, coalitieakkoord uh, geworden. Dat is voor ons belangrijk, want dat is ons toekomstig cultureel erfgoed. En als we dat kunnen beschermen, dan zijn we al een stap verder. Dus dat is heel concreet. Uh, ja, en ten tweede denk ik is onze politiek uh, gebaseerd op fortunistische visie. En ik denk, als we aan een stukje bewustwording uh, van de Nederlandse identiteit uh, ja, kunnen zorgen. En in ieder geval dat we onze eigen cultuur niet uh, te veel wegrelativeren, dan denk ik dat het winst is voor ons. Ja, bij de burger leeft dat heel erg. En je ziet het in de raad eigenlijk qua krachtshoudingen niet. Je ziet voor de verkiezingen natuurlijk altijd wel de VVD altijd uh, dit soort dingen roepen. Maar als de verkiezingen voorbij zijn, dan is het weer uh, ja, business as uh, normal. Jullie zijn daarentegen dus een, een echte uh, nou, partij die zich echt onderscheidt van de rest. Ja, wij onderscheiden ons uh, hiermee. En uh, ik denk dat dat goed is. Want ik denk dat dit ook bij de Edische inwoners uh, leeft en dat het speelt. En ik denk goed dat wij dat geluid uh, vormgeven. De raadsperiode 2018-2022 is er een van grote verschillen tussen oppositie en coalitie. Eens. Het vertrek van twee wethouders doet het college geen goed. Eens. Corona heeft een behoorlijk invloed gehad op de keuzes die gemaakt moesten worden door raad en college. Eens. Ja, dat kan ook niet anders. Sport krijgt voldoende aandacht van raad en college. Eens. Kunst en cultuur verdient meer aandacht. Ja, daar ben ik het mee eens. De verkeersveiligheid op de N224 krijgt genoeg aandacht. Nee, absoluut niet. De vraag is groot, maar er wordt te weinig gebouwd. Eens, maar ja, dat heeft ook andere oorzaken. Corona heeft veel invloed gehad op de edische evenementen, recreatie- en toerisme sector. Jazeker, heel veel invloed. De bezuinigingen binnen het sociaal domein zijn goed geweest. Daar hebben we goed aan gedaan. Ik denk het wel, maar we zullen het toch moeten afwachten. De duurzaamheidsdoelstellingen die in 2018 zijn geformuleerd, worden zeker gehaald in 2022. Oneens, maar we zijn er wel blij mee dat ze niet gehaald worden. Veiligheid is een terugkerend thema in de afgelopen drie jaar. Ja, absoluut. En dat blijft ook gebeuren. College en raad hebben te weinig oog voor de buitenkernen. Ede, daar draait het om. Eens. Maar het is niet dat de buitendorpen helemaal buitenspel staan. Hoe kijkt de burgerbelangen naar, uh, naar het thema zorg? Nou ja, we hebben daar natuurlijk uh, forse besparingen uh, op ingezet. Uh, we moeten zien wat daar de effecten van zijn. Uh, dat weten we niet exact. Uh, het college had het erover dat 60% van de jongeren met jeugdzorg uh, in aanraking kwam. Nou, dat zou erop kunnen duiden dat er overzorgd wordt. Uh, aan de andere kant denk ik dat ook heel veel jongeren heel veel druk ervaren en dat de samenleving ook ja, voor een jongere niet makkelijk is. Uh, het is niet makkelijker op geworden. Aan de andere kant voelt het ook een beetje wrang. Want we hebben natuurlijk ook, uh, ja, er wordt wel 26 miljoen euro voor het WFC, voor de uh, World Food Center Experience, uh, het thema voedselpark uh, gereserveerd. Ja, en dat zijn keuzes die worden wel gemaakt. En daar hebben wij als burgerbelangen ernstige twijfels bij of dit gaat aanslaan. En we zien toch wel dat op de zorg toch wel flinke besparingen uh, zitten. En het gevoel met zorg is vaak dat het ook een noodzakelijk kwaad is, hè, want het, het moet verleend worden. En het andere zijn vaak de speeltjes die, uh, die men wil. En ja, wat men wil, daar heeft men vaak meer affiniteit mee. Dus die, die keuzes zouden eigenlijk anders gemaakt moeten worden. Ja, maar dat is natuurlijk ene rente aan uh, politiek. Uh, ja, wij hebben daar een uitgesproken mening over. Ik begrijp dat. Uh, ja, we zijn natuurlijk niet de enige in de raad. Hè. GroenLinks en de ChristenUnie die, die zijn heel erg uh, ja, dat WFC-experience aan het promoten. Nou, wij, wij denken dat dat niet zo'n succes wordt en dat het mensen niet aanspreekt. En we zijn bang dat dat uh, straks tot enorme verliezen gaat leiden. En ja, dat geld kun je maar één keer uitgeven. En ja, dat, dat hadden wij liever hadden we de accenten anders gelegd. Maar dat is logisch, dat geldt voor elke politieke partij. Maar ja, we zitten helaas in de oppositie. Dus uh, ja, het is natuurlijk ook aan de kiezers om met de verkiezingen daar, daar stem aan te geven. Uh, nu zijn er natuurlijk in 2018, 2019 ombuigingen hebben plaatsgevonden in, binnen de zorg. Is dat goed geweest? Ik denk wel dat het goed is geweest om daar in ieder geval naar te kijken. Want het is natuurlijk wel een kostenpost dat als dat overschreden wordt, dat het ja, om heel veel miljoenen euro's gaat. Dus ik denk waar je efficiënter kan werken zonder dat er ja, te veel kwaliteit inlevert, dat dat een goede zaak is. Uh, dat denk ik wel. Maar ja, wat precies de effecten daarvan zijn. Dat is voor ons nog lastig in te schatten. Het is voor ons wel belangrijk dat mensen in ieder geval thuiszorg blijven houden, thuishulp. Uh, ja, dat, dat, dat ze dat niet merken. De edische inwoner daar eigenlijk zo min mogelijk van merkt. En die kwaliteit van de zorg die staat duidelijk onder druk. En zeker nu ook met nou, uh, corona. Ja, dat, dat denk ik zeker. Uh, maar ja, die zorg moet natuurlijk wel uh, geboden worden. En uh, ik denk dat zorg wel. Ja, dat we. Tuurlijk, daar gaat veel geld in om. Dus ik snap ook snel dat als je daar ja, een besparing kan halen, dat dat. Uh, ja, Relatief snel geld oplevert. Het is goed dat er naar gekeken wordt. Dat doet het college ook wel goed. Alleen de vraag is natuurlijk in hoeverre je daarmee kunt gaan. Duurzaamheid. Voor het college en de coalitie is duurzaamheid een enorm belangrijk begrip. Er zijn duidelijke doelstellingen neergelegd. Hoe kijken jullie ernaar? Nou, wij onderschrijven die doelstellingen niet. Uh, het lijkt wel of eigenlijk van het uh, ja, middel soms het doel wordt gemaakt. Hè. We moeten zoveel windmolens uh, hebben. Wij denken dat dat geen verstandige keuze is. Uh, ik denk sowieso dat het, het college op dit punt ook enigszins aan realiteitszin ontbreekt. Hè. Dat, dat zie je maar aan het gegeven dat we een wethouder luchtvaart hebben in Ede. Maar als je dat mensen vertelt, dan begrijpen ze er eigenlijk niks meer van. En ik heb ook het gevoel, dat uh, dat hebben wij in ieder geval als partij, dat die duurzaamheid dat er veel te veel geld naartoe gaat. En dat is geld dat kun je uiteindelijk maar één keer besteden. En we hadden daar liever uh, concretere zaken voor gezien zoals de tunnel in Ede-Zuid. Of de ondergang uh, bij de NN24, om maar iets te noemen. Dat, dat, ja, dat, dat zijn ook uh, dingen die je voor de Edische inwoner met dat geld kan doen. En die post zit ook heel erg versluierd uh, ja, op alle beleidsterreinen. Het is ook best lastig om inzichtelijk te krijgen hoeveel geld er nou specifiek naar die duurzaamheid gaat. Maar het, het gaat echt om miljoenen. Kijk, er worden natuurlijk ook wel goede dingen mee gedaan. Het is ook niet dat het helemaal geen effect heeft. Maar ja, de vraag is of het zoveel prioriteit moet uh, krijgen als het uh, ja, college dit geeft. Uh, wij denken dat daar een tandje minder uh, kan. We denken ook dat we soms beter niet voor de muziek uit uh, moeten lopen. De techniek gaat door. Als we misschien even wachten, kunnen we straks economisch veel uh, voordeliger inspringen. En misschien nog wat betere resultaten halen ja, voor minder geld, wat we dan weer voor elders uh, kunnen gebruiken. Wij zouden graag zien dat uh, ja, in tijden van, van crisis, ja, 2050 mag van ons ook 2060 zijn, om iets te noemen. Ja, dat geeft natuurlijk een enorme financiële ruimte als je, die, als je die lat wat lager legt. En het is geld wat je uiteindelijk maar één keer kan uitgeven. En wij denken dat de, dat de prioriteit niet ligt om hier in Ede uh, ja, de, het klimaatprobleem op te lossen. Dat vinden we niet reëel. Veiligheid. Als je niet veilig bent in de maatschappij, ja, dan, dat, dat is een basisvoorwaarde. En, uh, ja, in onze beleving wordt het er niet veiliger op in het algemeen. Dat zie je natuurlijk uh, sowieso ook al met, met, met vuurwerk hè, vorig jaar, uh, ja, de, de vuurwerkoverlast die we gehad hebben, de rellen die daar in veldhuizen mee uh, aan verwant liggen. Maar we zien dat ook in een breder maatschappelijk uh, perspectief. Uh, dan hoef je natuurlijk alleen maar even naar Frankrijk te kijken, uh, waar het tekenen ja, van een spotprint al ja, tot een onthoofding uh, kan leiden. Dus we zien eigenlijk een steeds grotere tweedeling in de maatschappij, zowel economisch als op uh, cultureel vlak. En dat wordt, uh, ja, wordt er niet beter op. Sterker nog, dat probleem wordt eigenlijk de komende jaren al alleen maar groter. Dus dat is uh, iets wat we met Argus ogen uh, ja, tegemoet zien. Uh. Baart het ook jullie zorgen, die tweedeling, die jullie zien? Ja, die baart ons zorgen. Omdat uh, we zien dat er, ja, we grote problemen hebben met integratie. We zien dat er door grote groepen mensen die hier naartoe komen, heel anders over ja, basisdingen, zoals uh, gelijkwaardigheid van man en vrouw. Uh, ...vrijheid van meningsuiting, daar wordt wezenlijk fundamenteel anders over gedacht. En dat schuurt met onze westerse idealen en dat, uh, dat gaat zich opbreken. En dat probleem, in plaats van dat we dat kleiner maken, wordt het alleen maar vergroot. En daar zit ook nog een economische component aan van veel mensen die steeds minder te besteden hebben... ...die aan de onderkant van de maatschappij uh, laagbetaald werk doen. En we zien die verschillen alleen maar toenemen. Dat mensen langs elkaar heen leven, dat mensen... Ja, in de dure huizen hebben we daar minder last van. Die kunnen dan heel mooi uh, ja, van die idealen hebben om iedereen hier naartoe te halen. Maar de mensen aan de onderkant van de samenleving, de, het, gewone, het gewone volk, hè, net zoals u, u en ik, ja, die merken dat dat uh, steeds een bedreigende sfeer wordt. En dat gaat er niet beter op worden. We zien dat veel mensen in hun eigen bubbel uh, alleen maar verkeren. En, en dat is niet goed, uh, dat er steeds meer langs elkaar heen geleefd wordt. Dat er een soort parallele samenleving ontstaat, waar bepaalde groepen elkaar niet meer tegenkomen. Dat begint al in het onderwijs. Maar als mensen zichzelf segregeren, ja en dat geldt van beide kanten, dan krijg je uiteindelijk een verdeelde samenleving. Is voor jullie bijvoorbeeld ook de verkeersveiligheid een belangrijk thema? Zeker. Uh, verkeersveiligheid ja, is, is ook belangrijk. Uh, nou, zien we daar wel ja, een verschil in natuurlijk met die veiligheid die ik net benoemde. Maar ook de verkeersveiligheid is een, een belangrijk iets. Uh, ik denk aan de ene kant wel wat we zien uh, als we bijvoorbeeld de snelheid. Na 50 verlagen bijvoorbeeld uh, met een ja, verborgen milieuagenda uh, erbij, dan denk ik dat dat de veiligheid niet altijd te goede komt. Hè? Want uh, heel veel ongelukken gebeuren gewoon ook met mensen door rood heen rijden. En niet per definitie altijd dat, dat ze 80 rijden uh, in plaats van 50. Dus uh, ik denk ook dat dat veel van het gedrag van mensen zelf afhangt. En mensen voelen zich vaak toch, on, uh, vaak toch on, aantastbaar in de auto. Als ze in de auto zitten, dan, uh, dan denken ze toch: ja, dat, dat roept, uh, ja, dat kan, het niet, maakt niet altijd het beste in de mensen los. De Buitenkernen. In de buitendorpen leeft eigenlijk toch wel uh, het gevoel van: ja, het draait allemaal om Ede, om, uh, om, om het centrale punt daar aan de Bergstraat. Uh, ziet u dat ook zo? Voor gedeelte wel. Ik denk dat uh, in het Raadhuis natuurlijk wel voornamelijk Ede. We hebben het vaak ook ook Ede op de kaart zetten. En de buitendorpen horen daar dan bij. Hè? Dus dat wordt dan wel genoemd. Maar het is niet dat we ons met de buitendorpen gaan profileren naar buiten toe. Dus ik kan me dat gevoel wel voorstellen als je in een buitendorp woont. Ik vind die buitendorpen schitterend. Ik denk ook niet dat die buitendorpen straks een soort tweede ede moeten gaan worden. Dus ik denk juist dat die kleinschaligheid die er nu is, dat dat ook moet blijven. En niet plannen uh, zoals bijvoorbeeld in Bennekom waar ze woningbouw willen gaan doen aan de Negenaarse Bosweg. Hè, dat ligt in de planning. Maar zo'n laantje van, uh, vanuit 1850. Dat daar straks huizen moeten staan omdat het dorp zo nodig moet groeien. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Vaak zijn de mensen er ook gaan wonen omdat het wat rustiger is. Het is juist wat kleinschaliger. En op het moment dat je dat gaat plussen, uh, ja, dan, dan ga je eigenlijk ook de identiteit van zo'n dorp veranderen. En tuurlijk snap ik wel dat een beperkte groei uh, soms wenselijk is. Maar dan moet het echt zeer, zeer beperkt zijn. Dus Ede heeft zijn eigen identiteit. Pennekom, Otterlo, Harskamp. Iedereen moet zijn eigen identiteit ook houden. Dat is uh, heel belangrijk, want vaak zijn mensen daar ook uh, in die dorpen specifiek voor, uh, ja, zijn, die zijn daarvoor gaan wonen en die hebben daar verwantschap mee. Sterker nog, je ziet vaak in de buitendorpen, als je dan een bord Ede ziet, dat Ede doorgekrast is. Dus dat geeft toch wel aan dat er ja, toch echt wel een speciaal gevoel bij die dorpen geldt. Maar in de buitendorpen is het toch wel prettig wonen? Ik vind het zeker. Ik woon zelf in Bennekom en ik mag daar uh, met alle plezier wonen. Ik, vind, ik heb ook wel met Ede, want ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit Ede-Veldhuis en daar heb ik ook altijd een, uh, ja, toch wel een speciale band mee.